Beste vrienden, mijn derby story is, ik heb het geluk gehad om enkele derbies te mogen spelen met de eerste ploeg. Ik heb er ook heel veel gespeeld met de jeugd en de jeugdreeksen van Cirkel. En dat was eigenlijk altijd iets wat we enorm naar uitkeken. En je moet weten, in de jeugd is het zo dat als de spelertjes klaar zijn met een wedstrijd, dan krijgen ze een bonnetje. Hè. En, als de gasten van de club kwamen naar ons, dan kregen ze ook een bonnetje en ze mochten dan in de cirkelpub bij Patrick en Hilde uit het rijke assortiment iets kiezen. Maar natuurlijk, als wij moesten naar de club gaan, kregen wij daar ook een bonnetje. Maar het enige dat wij daarmee konden krijgen, was een hele frisdie. Dus alleen daar vooral hoop ik echt dat we de derby gaan winnen. Dus ik zou zeggen, allemaal naar het stadion en geen frisdies drinken. Nee. Joep.